Welkom bij PrintCMR. Om te starten met PrintCMR gaan we naar de website www.printcmr.nl. U kunt deze website op uw gewenste taal instellen. Om het programma te gebruiken moeten we het eerst gaan downloaden. Klik op de menukeuze Download. U krijgt een aantal vragen op het scherm. Aangezien wij nu uitgaan van een nieuwe gebruiker, klik op de juiste knop. De volgende vraag gaat over uw operating system van uw computer. Klik op de juiste knop. Nu volgt een vraag die alleen voor Windows-computers geldt: het gaat om de Chinese letters die Print-CMR kan vertonen in de goedkoopste versies. Heeft u daar nog niets van gemerkt? Maak dan de juiste keuze. Overigens kan dit later altijd worden aangepast. Deze stap gaat over het gebruik. De netwerkversie is duurder dan de versie voor lokaal gebruik op uw computer. U bent aangekomen op de downloadpagina van de door u aangegeven versie. Klik op de rode knop en de setup van PrintCMR zal worden gedownload. Als u intussen naar beneden scrolt op deze pagina, dan ontdekt u de prijs van de licentie voor deze variant van PrintCMR. Na het gereed komen van de setup starten wij deze op en gaan over tot het uitvoeren van de setup. De setup is niet zo moeilijk. In veel gevallen raden wij aan deze standaard aan te houden. PrintCMR wordt automatisch gestart. U kunt uw eigen taal instellen. Maak uw keuze en ga over tot de installatie. Bij de allereerste installatie wordt het aanbevolen om aan de slag te gaan met de demogegevens. Gefeliciteerd, uw setup is geslaagd. PrintCMR start vanaf nu met het hoofdmenu. Onder de knop Formulieren zijn alle vrachtdocumenten aangebracht. Geef uw land van herkomst op. Dit zet een filter op de voor u benodigde formulieren. In deze video gaan wij door met het gebruik van de CMR. U vindt hier een overzicht van alle aanwezige CMR-documenten. Deze lijst zal groeien met elke nieuwe CMR die u maakt. Met de knoppen Nieuw en Verwijder beheert u uw opgeslagen documenten. Ik open het aanwezige document. U bent nu in het belangrijkste scherm aangekomen. Hier. Wordt de CMR volledig beheerd? In de witte velden kunt u alles aanpassen. Met de knoppen in de adresvakken kunt u de adressenlijst benaderen. Probeer dat gerust even uit. Met de knop Printen gaan we direct naar de afdrukfunctie toe. Nogmaals de knop Printen, gevolgd door de OK-knop OK en er verschijnt een printvoorbeeld. Deze afdruk is geschikt voor voorbedrukte CMR-formulieren zoals deze in Nederland, België. Het ingelegde papier in de printer bevat alle vakken, kaders, logo's en talen op het formulier. Via de blauwe knop rechtsbovenin verlaten het het scherm. In deze video drukken we niets af en we komen terug in het invoerscherm van de CMR. Via de knop Modeldocument kiezen we nu voor de layout Print CMR Color. Verder naar beneden kunnen we zelf twee talen instellen voor de afdruk. Ik kies voor Engels en Nederlands. Via de knoppen Printen en nogmaals Printen zien wij de afdrukopties voorbij komen. Met de knop OK verschijnt het Printvoorbeeld. Nu zien wij het volledige formulier. Deze afdruk voldoet aan alle gestelde eisen van een CMR. Met de blauwe knop rechtsbovenin verlaten wij het voorbeeldscherm. Bij het afdrukken kunt u een PDF-printer kiezen. Dan maakt u van deze CMR een volledig document in een PDF. Tot zover deze demo. Met de knoppen Home en Logout verlaat u het programma en alle ingevoerde gegevens worden altijd direct opgeslagen, zoals gebruikelijk bij een databaseprogramma. Gefeliciteerd, u hebt uw PrintCMR-programma op uw computer staan.